Leden van de Nationale Assemblée willen meer duidelijkheid over de verplichte ambtenarenregistratie en de grootte van het ambtenarenbestand voordat ze verder gaan met de behandeling van de personeelswet. Volgens VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin heerst hierover veel onduidelijkheid. Tijdens een vandaag gehouden openbare vergadering waarin deze wet is behandeld, liet Gayadin weten dat belanghebbenden zoals vakbonden en ambtenaren niet op de hoogte zijn gesteld van de verplichte registratie. En het zou ons vervoeren als we nu daar geen duidelijkheid in hebben om de wet te behandelen en ingrijpende wijzigingen door te voeren. De regering is hier. Maar heb je een voorstel? Dus ik zou wel willen voorstellen, zolang dat niet duidelijk is en wij vechten wel eens met de tijd. Dus ik weet niet of het van belang is om nu deze wet af te ronden. Of wij na duidelijkheid, of het over een maand, of over 2 weken, over 3 weken hier moeten zijn, voorzitter. Daar zouden we wel toch ons willen verrijken om duidelijkheid. Omdat ik dan een concreet voorstel zou willen doen, voorzitter. Om dan in de tussentijd deze wet voor de verdere behandeling en de voorbereiding dat met enige periode uit te stellen. Fractieleider van de NDP, Rabinder Permisser, wijst er ook op dat de belanghebbenden niet zijn geconsulteerd. Hij valt erover dat elke keer wordt gezegd dat er een explosieve groei is binnen de ambtenarij. Echter kan de regering geen cijfers presenteren. Ironisch vindt Permisser het dat de regering bij haar aantreden steeds heeft geroepen dat ambtenaren geen stoelen en tafels hebben om te werken, maar dat daarna nog duizenden mensen in dienst zijn genomen. De NDP-fractieleider wil dan nog niet praten over het feit dat veel ambtenaren onterecht worden gepromoveerd in salaris. En als we hier praten over een goede registratie, dan werkt dat op mijn lachspieren. Want ieder ministerie heeft een HRM, een PZ, dan wat doen die mensen? U betaalt salarissen, dan waarvoor betaalt u, als u geen inzage hebt? Dan leert Pam is daar veranderd. Over dat soort en meer zaken willen we eerst in depth van gedachten wisselen. Als de ministeries en HRM's en personeelszaken dat niet kunnen opbrengen, afdelingshoofden, dan hebben we een groot probleem, voorzitter. Zoiets moet een ministerie binnen een dag, oké, laat me het ruimer stellen, binnen een week kunnen presenteren, voorzitter, ieder ministerie. En dan moeten we dit soort doen. En nu lijkt het me afsluitend. Mijn conclusie is, we maken eerst examen en we falen en nu gaan we studeren. Permisser is het eens met Gayadin dat de wijziging van de personeelswet beter wordt voorbereid en op een nader moment verder in behandeling wordt genomen.